Toon en Martin R., de verdachten van de moord op Ossenaar Hans van Genen, zijn dinsdag vrijgesproken door het gerechtshof in Arnhem. Er is volgens de rechter onvoldoende bewijs om het tweetal voor moord te veroordelen. Toon en Martin, afkomstig uit Ooyen en Lid en neef en oom van elkaar, werden eerder nog veroordeeld tot 23 en 16 jaar celstraf. Het gerechtshof heeft allerlei alternatieven onderzocht, nieuw onderzoek laten doen. Ook de op het laatst afgelegde verklaring van de verdachte op de zitting nog weer laten toetsen. En dat alles bij elkaar heeft niet voldoende bewijs opgeleverd dat deze beide verdachten verantwoordelijk zijn voor deze schietpartij. Van Genen werd 4 jaar geleden op de A73 doodgeschoten. Hij was inzittende van een auto die door de daders werd achtervolgd. De bestuurder overleefde de schietpartij. Een conflict over hennepteelt zou de aanleiding zijn geweest. Het gerechtshof legde dinsdag wel een geldboete van €1000 op aan Toon voor de betrokkenheid bij hennepkweek. Martin kreeg een celstraf van 3 jaar. Deze heeft hij, na de eerdere veroordeling door de rechtbank, inmiddels uitgezeten. Tegen de uitspraak van het hof kunnen zowel de verdachte als het Openbaar Ministerie binnen 14 dagen cassatieberoep aantekenen bij de Hoge Raad. Die kijkt niet meer naar de feiten, maar wel naar de juiste toepassing van het recht. De verdachten zijn wel veroordeeld voor hun aandeel in hennep. Dus daarvoor kunnen ze nog het oordeel van de Hoge Raad vragen. En het Openbaar Ministerie kan natuurlijk ook nog vragen aan de Hoge Raad om te bekijken of het Hof het recht goed heeft toegepast in de vrijsprekende arresten die vandaag zijn gegeven.